Ton Lutz, als ik Holland Festival zeg, waar denk jij dan aan? Dan denk ik aan hard werken en geld verdienen. Je hebt al heel veel Holland Festivals achter de rug in de vorm van dat je daar een zeer actief aandeel in hebt gehad. Ja. Welke waren dat? Nou, ik ben blij met een goed geheugen. Ik zal het snel opzommen. In 1954 Elektra met de Nederlands Comedie en muziek van Diepenbrock Orkest van de Nederlandse Opera. In 1957 Moortje, eerst een toneelmanifestatie van de verschillende gezelschappen. In 19, het jaartal weet ik niet meer, daarna nog Warenaar. In de Caucasische Krijtkring meegespeeld. En dit seizoen, vorig seizoen Tiestes van Hugo Claus gespeeld. En nu deze opera en Arabal, de architect en de keizer van Assyrië, wat in het Holland Festival in de studio in de Brakke Grond gaat. Dus voor jou is Holland Festival altijd wel een hele drukke periode. Je werkt nu niet voor het allereerst, geloof ik, met zangers, maar kun je iets vertellen hoe dat is om te werken met zangers in plaats van met acteurs? Als het gaat om de esprit bepalen van een theatergebeuren, komt het wat de regisseur betreft natuurlijk op hetzelfde neer. De mise-en-scène stelt iets andere eisen, iets bescheidener soms, iets gestileerder op basis van de muziek. Maar het principe is natuurlijk het werk hetzelfde. Er is een verschil tussen acteurs en zangers in die zin dat niet alle acteurs mooi kunnen zingen en niet alle zangers mooi kunnen spelen. Misschien ook niet alle acteurs mooi kunnen spelen, maar dat is een andere zaak, daar hebben we het nou niet over. He? En ook niet alle zangers die zanger zijn mooi kunnen zingen. Maar in elk geval is het zo dat ik op het ogenblik gelukkig ben met deze bezetting. Een aantal Franse zangers die natuurlijk het werk van Rameau uiteraard aan den lijve voelen, want het is van hun gebied, van hun cultuurpatroon. Zingen prachtig, zijn bovendien nog hele goede acteurs. Daar ben ik erg blij mee. Ik heb gedeelte van de muziek gehoord. Het klonk me nogal ernstig en gedragen, maar je bleek dat ik mij een beetje vergist had. Ja, ik geloof in die zin, het verhaal is een komisch verhaal. Het is een opera-ballet, ten eerste, of een ballet-opera, maar het is ook nog een opera-buffo, dat wil zeggen een komisch opera. De elementen waaruit deze opera bestaat is ten eerste het verhaaltje van Jupiter, de god die uit de hemel komt en voor de zoveelste maal weer eens à la Amphitryon, et cetera, een avontuur beleeft. Ditmaal niet met de vrouw van Amphitryon, maar ditmaal met een nimf uit een moeras. Niet een hij, nog een zij. Het is dan ook de muziek een haute contre, dat is een bijna castrate stem, een hele hoge dunne teneur. Die heel gemakkelijk kopstem kan zingen, bijna coloratuur kan zingen. Zeer moeilijk, helemaal époque. En op die dingen vind je natuurlijk ontzaglijk veel mogelijkheden tot ironie van de barokke muziek als theatermuziek binnen wat de betrokken acteur te spelen heeft. Dat geeft veel mogelijkheden voor allerlei vreemde grappen op het gebied van de plastiek. Enfin, et cetera. Dat soort rare dingen. En dat kan die man geweldig. Die veel beter dan ik nou mal staat te doen eigenlijk. En hoe is de samenwerking tenslotte met Maderna? Uitstekend. Maderna is een man die waanzinnig van theater houdt. En ik ben iemand die erg veel van muziek houdt en het theater kent. Hij kent de muziek en deze twee dingen die komen absoluut samen. We werken dan ook niet langs elkaar zodat hij de muziek doet en ik de mise-en-scène, dat we dan later bij elkaar komen. Nee, we werken vanaf de eerste dag samen en vinden al werkende de details op basis van de muziekvragen die hij stelt, op basis van de situatie die ik vanuit de tekst en vanuit het verhaaltje plaats. En in het algemeen blijkt dat tot nog toe erg goed te kloppen, dus ik ben erg blij. Dankjewel, Ton. Fijn.